Breda nu. Je weet het meteen. Ongeveer 20 militairen kregen donderdag 13 november op de Seligkazerne het draaginsigne Veteranen uitgereikt. Veteraneninsigne verleent het ministerie van Defensie als teken van erkenning en waardering. En ze spreken daarmee een zorgplicht uit naar de veteraan. De veteraan is iemand die op inzet is geweest voor het ministerie van Defensie, eigenlijk voor Nederland. Ja. Wat vind je zelf van de insigne, dat je hem krijgt? Heel bijzonder. Ik moet zeggen dat ik bij de voorbereidingen te horen kreeg dat het niet op het uniform gedragen wordt, maar juist op de burgerkleding. En dat maakt het nog bijzonder. Ja. Geeft je een stukje meer waardering ook in de samenleving, denk ik, of niet? Ja, ik denk dat men wel zal vragen, heb jij op de kleding? En dan kan ik ervan vertellen en inderdaad ook aangeven wat wij als militairen doen voor de samenleving. Ja. De insigne geeft veel waardering, maar ook als samenleving kunnen wij ons steentje bijdragen. Dat kan gewoon door de personen te bejegenen waarvan je weet dat ze veteraan zijn. Maar in het extreme geval, als je kijkt naar Amerika, daar heeft dat een hele grote vlucht genomen. En zelfs als je daar als buitenlandse militair in de rij staat bij het museum en ze zien dat je een defensiepas hebt, dan halen ze je uit de rij en mag je gelijk naar binnen. Zover zijn we in Nederland nog niet. Maar we kunnen best wel eens nadenken of we niet op een andere en bredere manier die waardering kunnen laten blijken voor mensen die niet zelden met gevaar voor hun eigen leven iets hebben gedaan waarvan Nederland vond dat het belangrijk was. Met de invoering van de nieuwe veteranenwet in februari 2012 komt ook een actieve militair in aanmerking voor de insigne. Het zijn inderdaad nog actief dienende mensen die in hun actieve diensttijd op inzet zijn geweest en daarmee de veteranenstatus verdienen. Dat is op zich iets nieuws, dat doen we nog niet zo heel lang. Vroeger was het begrip veteraan gekoppeld aan het op inzet geweest zijn en inmiddels buiten dienst. Nu komt daar een hele grote groep bij, of is er een hele grote groep bijgekomen van actief dienende veteranen. Ik ben begin dit jaar teruggekomen van een uitzending in Afghanistan. En vandaar ook nu de uitreiking van de speld. Breda nu. Je weet het meteen.